25 kilometer van de kust van Venezuela ligt het eiland Aruba, behorend tot het gebied deel Curaçao. Het is het kleinste van de benedenwindse eilanden, slechts 30 kilometer lang en 5,5 kilometer breed. De hoofdplaats Oranjestad beschikt over een uitstekende haven. Oranjestad is een moderne stad met verschillende grote openbare gebouwen. Om enkele voorbeelden te noemen: het postkantoor, tevens radiostation, hotels, een goed ingericht ziekenhuis. In het oliecentrum Sint-Nicolaas vindt men deze fleurige arbeiderswoningen. De grootste en nieuwste school van het eiland is de Juliana School voor MULO en lager onderwijs, die in 1941 gebouwd werd. Onze operateur was er in het speelkwartier en de jeugd moest natuurlijk even naar het vogeltje komen kijken. De bevolkingscentra van Aruba kregen hun leidingwater van de landswatervoorziening, de LWV. Dit water wordt verkregen door het destilleren van zeewater. Een omslachtige methode, maar de enig mogelijke op dit droge eiland. Het economische leven op Aruba wordt bepaald door de grote olieraffinaderijen in Sint-Nicolaas. De ruwe olie komt van Maracaibo in Venezuela en wordt hier verwerkt tot stookolie, benzine, dieselolie en andere producten. Aan duizenden arbeiders die uit alle windstreken hierheen gekomen zijn, verschaft deze machtige industrie een behoorlijk bestaan.